Goedenavond. Laten we deze bijeenkomst beginnen met gebed. Dank u wel, Heere God, dat u de God bent, niet alleen van de droefheid, maar ook van de blijdschap. Zoals de psalmist het zegt, de God van mijn jubelende vreugde. Maar het hoort er allebei bij, bij het leven, maar ook bij alles wat we over u lezen in de Bijbel. Blijdschap en droefheid die elkaar afwisselen. En in sommige levens komt de droefheid wel heel veel voor. En daar willen we een beetje over nadenken, ook wat de betekenis daarvan is, de achtergrond. We bidden om de leiding en de kracht van uw Heilige Geest, zowel bij het spreken als bij het luisteren. Niet alleen voor de oren, maar ook voor de harten. Heren, we danken u dat we uw woord mogen openen, dat we er samen over mogen nadenken en dat u er uw zegen aan wilt verbinden. Laat uw naam erin verheerlijkt worden. Amen. Amen. Ik ga iets lezen uit het boek Genesis, uiteraard, want daar is het verhaal van Jozef te vinden. En ik lees allereerst uit hoofdstuk 42. Het zijn zomaar wat inleidende verzen. Ik lees een paar verzen waar al iets over het huilen van Jozef wordt verteld. De broers komen bij Jozef op bezoek als hij onder koning van Egypte is, maar zij weten niet wie hij is. Er staat dan ook in vers 23 van hoofdstuk 42. Zij wisten niet dat Jozef het verstond wat ze zeiden, want er was een tolk tussen hen. Toen wendde hij zich, dat is Jozef, van hen af en huilde. Daarna keerde hij naar hen terug en sprak met hen. Hij nam Simeon uit hun midden en liet hem voor hun ogen vastbinden enzovoort. Uit hoofdstuk 43, vers 30, dat is de volgende keer dat de broers op bezoek komen bij hem en dan hebben ze ook Benjamin bij zich. En er staat in vers 30, Jozef haastte zich, want zijn medelijden werd opgewekt vanwege zijn broer. Hij wilde huilen en daarom ging hij een kamer binnen en huilde daar. Hoofdstuk 45, vers 1. Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor alle die bij hem stonden. En hij riep, laat iedereen van mij weggaan. Er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Hij huilde zo luid dat de Egyptenaren en het huis van de farao het hoorden. Vers 14, toen viel hij zijn broer Benjamin om de hals en huilde. En ook Benjamin huilde terwijl hij hem omhelsde. Vervolgens kuste hij al zijn broers en hij huilde met hen. Daarna durfden zijn broers met hem te spreken. Ja, ik weet niet hoe het u zal vergaan in het nieuwe jaar. En dat weet ik voor mezelf ook niet. Hoeveel zullen we lachen? En hoeveel zullen we huilen? In het algemeen lacht een mens gelukkig heel wat meer keren in zijn leven dan dat hij huilt. Maar in de Bijbel lijkt het soms wel omgekeerd te zijn. Van de Heer Jezus lezen we geen eenmaal dat hij lachte, maar we lezen wel een paar keer dat hij huilde. En zo begint het eigenlijk al in het eerste boek van de Bijbel. We lezen maar 3 keer dat er gelachen wordt. Abraham lachte als God hem vertelt over de zoon die hij zal krijgen en Abraham lacht uit geloof. Maar als Sara daarover hoort, dan lacht zij in ongeloof. En dan neemt God haar kwalijk. Maar de 3e keer lacht ook zij uit geloof. Als hun zoon is geboren en die zoon heet Isaac. Yitzchak, dat betekent lachen. Dat is wel heel bijzonder. Maar tegenover die 3 keer dat er in Genesis gelachen wordt, staat 14 keer dat er gehuild wordt. En daarvan heeft Jozef 7 keer voor zijn rekening genomen. Dat is nogal wat. Wat die eerste betreft, we lezen bijvoorbeeld bij Hagar. Dat is de eerste persoon in de Bijbel die huilt. Als ze bij de bron zit met haar zoon in Genesis 21... We lezen het over Abraham als hij huilt over zijn vrouw Sara die gestorven is. We lezen het over Esau als hij hoort dat de zegen aan zijn neus voorbij gaat. We lezen het over Jacob als hij voor het eerst bij de bron Rachel ontmoet. We lezen het
als hij hoort over zijn zoon Jozef, die zogenaamd gestorven zou zijn. Al eerder, Jacob en Esau huilen allebei als ze elkaar ontmoeten. En dan tenslotte nog Benjamin. Dat hebben we net gelezen. Als hij Jozef mag ontmoeten nadat deze zich heeft bekendgemaakt. Dat zijn die anderen. 7 keer. En Jozef ook 7 keer. Toen ik het vertelde aan Peber, die straks die woorden van inleiding heeft gesproken, kon hij bijna niet geloven. Dus hij zit nu ook gespannen te luisteren om te kijken of het klopt. Waarom huilt Jozef zo vaak? Jozef huilt over zijn broers. Ik moet erbij vertellen, hij huilt ook later als hij zijn vader Jacob weer ontmoet, die naar Egypte komt afdalen met de hele familie. Hij huilt ook als zijn vader gestorven is. Dat hebt u al 2 keer, maar ik wil eigenlijk vooral hebben over het huilen dat Jozef heeft gedaan over zijn broers. En dat krijgt allemaal pas echt betekenis als je weet dat Jozef een type is, een voorafschaduwing van de Messias. Hij is een van de allermooiste en duidelijkste typen van Christus in de hele Tenach, het hele Oude Testament. Een type, dat is een Bijbels woord, dat je in het Grieks van het Nieuwe Testament kunt terugvinden. Dat betekent zoveel als voorafschaduwing, voorbeeld. Een type verwijst naar de geestelijke werkelijkheid die in Christus is. En daarvan is Jozef de mooiste. Er zijn ook anderen, David met name. Maar Jozef toch wel heel in het bijzonder. En de broers van Jozef verwijzen naar het volk Israël. Ze zijn de broers van de Messias. Jezus is in de eerste plaats Jood. En het Joodse volk, dat zijn zijn broeders. Zoals ook, en zusters natuurlijk. Maar broeders is vaak de samenvattende term voor broeders en zusters in de Bijbel. Paulus zegt dat ook. Het zijn mijn verwanten naar het vlees, zegt hij, van het Joodse volk. En dat kun je nooit verloochenen. Hij is een Jood en hij is het ook gebleven nadat hij de Heer Jezus had aangenomen. Een Jood met het Joodse volk. En de Heer Jezus was een Jood met het Joodse volk. Als hij zelf zegt in Johannes 4, het heil is uit de Joden, een uitermate opmerkelijke uitspraak, dan bedoelt hij ten diepste, het heil is uit mij. Maar als Jood is hij verbonden met het hele Joodse volk. En dat is voor alles antisemieten die er onder de zogenaamde christenen zijn geweest wel goed om dat altijd in gedachten te houden. Jezus de Jood. We hebben al ons heil te danken aan Jezus de Jood. Een van mijn leermeesters was er altijd zeer over geïrriteerd als mensen zoveel nadruk legden op het Jood zijn van Jezus. En je kunt daarbij ook overdrijven alsof hij niets anders was dan dat. Hij is ook de zoon van de Vader. Hij is ook van het hoofd van zijn lichaam, de gemeente. Maar Jezus is ook, en wel in de eerste plaats, Jood. En als je dan kijkt hoe de geschiedenis gegaan is van Jozef, de lieveling van zijn vader, die hem die prachtige, veelvervige rok schonk. Jozef die bijna vanaf het begin door zijn broers gehaat werd. Ze verwierpen hem, ze wilden niets van hem weten, van die meester dromer. En ze hebben hem eerst willen doden en ze hebben hem toen uitgeleverd aan die Midianitische kooplui die voorbij kwamen. Zoals de Heer Jezus door zijn eigen volk is uitgeleverd aan de heidenen, aan Pilatus, aan de Romeinen. En in zekere zin hebben ze zich daarmee toen ook verantwoordelijk gemaakt voor zijn dood. Doordat zij met intimidatie op die dood van Christus, op zijn kruising, hebben aangedrongen bij het Joodse, bij Pilatus, bij de stadhouder. De christenen hebben daar heel erg veel misbruik van gemaakt. Die eenzijdige kant, de Joden van toen, vaak nog ook gegeneraliseerd, alsof alle Joden schuldig zijn daaraan. De Joden van toen hebben dat toch maar gedaan en ze weigeren nog steeds om Jezus aan te nemen. Ja, wat zou er gebeurd zijn als de Joden Jezus misschien aanvankelijk wel hadden afgewezen,
misschien wel zich mede schuldig hadden gemaakt aan zijn uitlevering, aan zijn dood aan het kruis. Maar later op de prediking van de apostel uiteindelijk zich toch allemaal bekeerd zouden hebben. Zie voor dat door de eeuwen heen alle Joden zich bekeerd hadden tot Christus. Wat zou er dan gebeurd zijn? Dan zouden ze zijn opgegaan in de christelijke kerk. Ze zouden gemengde huwelijken hebben gesloten voor zich of voor hun kinderen. Er zou vandaag aan de dag geen Joods volk meer zijn. Dit is natuurlijk een heel spannend onderwerp, hè? Want aan de ene kant heeft Israël zijn verantwoordelijkheden, ook voor de afwijzing van de Messias tot op de dag van vandaag, maar aan de andere kant, als alle Joden christenen waren geworden, was er vandaag geen Joods volk dat opnieuw zijn eigen land in bezit had kunnen nemen, geen Joods volk waaraan God zijn profetieën zal vervullen. Voor vervangingstheologen is dat ook helemaal geen probleem, want die geloven helemaal niet dat die profetieën die over Israël handelen ook inderdaad aan Israël vertrokken worden. Of beter gezegd, ze denken zelf dat ze Israël zijn. Maar zo zit het niet in elkaar. 2 Korinthe 3 zegt dat God een bedekking op hun gezicht heeft gelegd. Het is niet een soort straf. Dat is om ze te bewaren tot op de dag van vandaag, afzonderlijk volk. Hebt u nooit over nagedacht hoe wonderlijk het is dat 1/3 van de mensheid zich christenen noemt? Hoeveel er daarvan echte christenen zijn, laten we nou maar even in het midden. Maar 1/3, terwijl van het Joodse volk dat misschien 1% is of nog minder. Is dat niet wonderbaarlijk? Daar zit toch iets achter, dat heeft met die bedekking te maken. Als een rabbijn die nog niet zo gek lang geleden overleden is, als hij inderdaad gezegd heeft, zoals ik gehoord heb, ik hoop dat dat klopt, Jezus kan niet de Messias zijn, maar als de Messias komt, dan hoop ik dat het Jezus is. Dan zie je dat er vandaag Joden zijn bij wie de bedekking bijna is weggenomen. Zo dicht staan ze erbij. Maar nog steeds zegt hij, Jezus kan niet de Messias zijn, want als dat zo was, dan zou hij 2000 jaar geleden al zijn rijk van vrede en gerechtigheid hebben gesticht, et cetera. Nog afgezien van het misverstand dat de Jood denkt dat als hij in de Messias gaat geloven, dat hij dan zijn Jood zijn moet opgeven met alles wat erbij is. De kashrut, de besnijdenis, de Joodse feestdagen, de Torah en zich moet aansluiten bij een christelijke kerk. En van de meeste ook nog eens een keer vervangingstheologische kerken zijn. Oh, wat een misverstanden allemaal. En die bedekking zien we hier. Ze denken dat Jozef dood is. Dat hebben ze ook zijn vader verteld, die verschrikkelijk bedroefd is en daarom huilt. En ze komen wel in de nood, in de hongersnood. En wat ze niet weten is dat Jozef inderdaad tot de diepste diepte is afgedaald, net als Christus. Dat hij slaaf is geweest, dat hij in de kerker geworpen is, een onderaards hol. En dat hij vandaar, vanuit de diepste diepte opgetrokken is naar de hoogste hoogte. En daar zit aan Gods rechterhand de onderkoning van de wereld, als ik het even zo mag zeggen. God als koning over alles en de zoon, dus mensen die aan zijn rechterhand zit, die ook zijn eigen zoon is, de onderkoning van deze wereld. Dat is al 2000 jaar het geval en Israël weet het niet. Dat is de bedekking. Maar de bedekking wordt op een dag weggenomen, zegt 2 Korinthe 3 ook. Maar zolang die bedekking er is, komt ook Israël dikwijls in de grootste nood. Talender is, even terzijde opgemerkt, dat de grootste nood notabene veroorzaakt wordt door de zogenaamde christenen. De Joden zijn nooit meer vervolgd, erger vervolgd dan door zogenaamde christenen. En dat komt ook doordat de vervangingstheologie ook de wortel is van zoveel christelijk antisemitisme. Ik zeg niet dat elke vervangingstheoloog van vandaag een antisemiet is, dat is ook helemaal niet zo. Maar wel dat het antisemitisme vanaf het begin gevoed is door de vervangingstheologie. Wij zijn het ware Israël en dat er nog een Israël is dat beweert dat zij Israël zijn, dat is een schande. En dan is de volgende gedachte, ze zijn niet waard om te mogen blijven bestaan.
En dan beginnen de vervolgingen. Zo gauw de Romeinse vervolgingen voor de christenen voorbij waren, op het concilie van Nicea in het jaar 325, heel belangrijk vanwege de belangrijke belijdenis van het christelijk geloof die daar is vastgesteld, maar het was ook het congres, het concilie, waar de eerste maatregelen tegen de Joden zijn uitgevaardigd. Daar begint ook het antisemitisme van de christelijke kerk. Probeer u even de situatie voor te stellen. Een christelijke kerk, de Rooms-Katholieke kerk, maar later net zo goed de protestanten. Als je denkt aan de verschrikkelijke boeken die Luther geschreven heeft over de Joden. En waarin hij regelrecht pleit voor maatregelen waar het Joden het leven zuur wordt gemaakt. In 1543, een van de grote schandaden helaas die aan de reformatie kleeft, onbegrijpelijk. En misschien toch ook weer heel begrijpelijk. Het antisemitisme zit zo diep. En nogmaals, het komt door de vervangingstheologie. Wij zijn Israël, wat verbeelden die Joden zich wel? Dan heb je Israël, weggestopt in de ghetto's, in de Joodse wijken. Of het nou protestantse steden waren of Rooms-Katholieke steden. En de ware Jozef aan Gods rechterhand. Waar lagen zijn sympathieën? Natuurlijk bij al degenen die werkelijk oprechte, vrome volgelingen van hem wilden zijn, uiteraard. Ook al waren ze misschien niet erg duidelijk op het punt van wat is nou dat ware Israël enzovoort. Natuurlijk. Maar als het ging over de grote massa, als het ging over de leiders, over pausen en kerkleiders, ook protestantse, die zo op Israël gebrand waren. Waar lag dan de sympathie van die ware Jozef aan Gods rechterhand? Ik denk aan iemand als Gerhard Kittel, een heel bekende Duitse theoloog. Zijn vader Rudolf was minstens zo bekend, die heeft ons de Hebreeuwse Bijbel nagelaten. Ze waren gespecialiseerd in het Jodendom en in het Hebreeuws, maar Gerhard Kittel haatte de Joden. Hij was een antisemiet tot op het bot. Hij was lid van de nazi-partij in de tijd van Hitler, een aanvuurig aanhanger van Hitler. Hij was een voorbeeld van die geestelijke leiders die er ook op dat moment waren. Zo waren ze niet allemaal. Ook sommige van de vervangingstheologen waren fel voor Israël en tegen deze verschrikkelijke onderdrukking, zeker. Maar door al de eeuwen heen zijn er mensen als Gerhard Kittel geweest. En ik denk dat de sympathie van de verheerlijkte mensen in de hemel, nog onbekend bij zijn volk, bij dat volk lag. Als de broers naar Jozef toekomen, dan is dat omdat ze weten, alleen van hem kunnen ze hun hulp verwachten, maar ze weten niet dat het Jozef is. Farao heeft gezegd, toen men kwam om hulp in de honger, ga tot Jozef. Geweldige uitdrukking, ga tot Jozef. Al die Joden 2000 jaar die tot God geroepen hebben in hun ellende, in hun vervolging, en notabene vaak ook door zogenaamde christenen. Die hebben allemaal geroepen, die hebben dit te horen gekregen, ga tot Jozef. Maar ze wisten niet wie Jozef was. Als ze tot God riepen en God hen verhoorde, was dat in Christus en ze wisten het niet. Als Jozef zijn broers ziet, dan wendt hij zich af en hij weent over hen. En als ze de volgende keer Benjamin bij zich hebben, dan wendt hij zich opnieuw af en weent over hen. Voor mij is dat een van de meest aangrijpende dingen van de afgelopen 2000 jaar. Jezus, die zijn volk lief heeft, die ziet hoe het door de verdrukkingen van heen gaat, die weet dat zijn volk hem nog niet kent, nog niet herkent, maar die wel met hem meeleeft. Af en toe als hij moe was van al die antisemitische christenen, niet allemaal, maar zoveel waren het wel. Ze hadden de Joden weggestopt in de ghetto's. Dan denk ik dat Jezus af en toe bij hen om de hoek keek. Omdat hij zich bij de echt vrome Joden misschien wel meer thuis voelde. Ook al hadden ze nog de bedekking op hun gezicht. Dan bij sommige van die christelijke leiders die zo fel waren tegen de Joden. Ik herinner me het verhaal van een bisschop die een discussie aanging met een rabbijn over wat nou de waarheid was. En die bisschop kon het niet winnen van de rabbijn. En tenslotte
werd hij zo kwaad op die rabbijn dat hij het commando gaf. Het zal een vorstbisschop met wereldlijke autoriteit geweest zijn. Dat hij het commando gaf dat die rabbijn op een tralie moest worden gelegd, op een rooster, om verbrand te worden. En terwijl deze man verschrikkelijke pijnen leed, zei de bisschop tegen hem: nu moet je erkennen dat Jezus de Messias is. En het enige wat die rabbijn eruit bracht was: Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Zoals elke Jood dat zegt in de laatste momenten van zijn leven als hij de kans krijgt. De Joodse belijdenis. Aan wiens kant stond Jezus op dat moment? De bisschop beweerde hem te kennen. De rabbijn kende hem niet. Zoals de broers Jozef niet herkend hebben. Maar ik denk dat Jezus op dat moment geweend heeft over die rabbijn. En niet over die bisschop. Die een mens op deze gruwelijke wijze wilde dwingen tot een bekentenis die nooit uit het hart van die persoon zou kunnen komen. Ik herinner me een theoloog die geschreven heeft over Jesaja 53, waarin de Joden Israël zien en wij zien daar de Messias in, maar eigenlijk is het allebei. Die theoloog schreef: wie denkt niet aan Auschwitz als daar staat, als een lam werd hij ter slachtbank geleid. Die massa, stille, zwijgende Joden, die gedwee als makkers schapen zich in de gaskamers lieten drijven, om daar omgebracht te worden. En als je dat ook toe wil passen op de Messias, zegt dan ook maar dat het Jezus was die met hen in die gaskamers ging. Ze kenden hem nog niet. Maar Jozef weent over zijn broers, hoewel ze hem nog niet kennen. Het is zo ongelooflijk. Maar je weet ook dat het moment moet komen dat hij zich toch aan die broers gaat bekendmaken. Dat kan niet anders. Als er iets is waar ik naar uitkijk, wat de toekomende dingen betreft, dan is dat natuurlijk naar dat rijk van vrede en gerechtigheid. Dat eens op deze aarde zal aanbreken. En zeker in tijden waarin oorlog opnieuw in Europa plaatsvindt, gruwelijke oorlog, waarbij zoveel mensen omkomen aan beide zijden. Dan zeg je elke dag: o Heer, kom toch terug en laat dat rijk van vrede en gerechtigheid opgericht mogen worden. Waarin er ook aan die oorlog en aan vele andere oorlogen, waar we heel wat minder over horen, een einde gebracht zal worden. Maar een van de dingen die mij het meeste aanspreken, dat is dat Jozef zich zal bekendmaken aan zijn broers. Zoals Zacharia 12 vers 10 het zegt. Zo zullen ze zien op hem die zij doorstoken hebben. Ja, zeg nou niet dat het waren de Romeinse soldaten die dat deden, dat is zo. Maar zij waren degene die er zo sterk op aangedrongen hebben, die daar Joden van die tijd. En ze zullen over hem weeklagen. Ze zullen wenen. Mijn vader had een vriend die aan tafel de hele Bijbel doorlas en dan weer overnieuw begon. En als hij bij Genesis 45 was gekomen, dan wisten zijn kinderen wat er zou gaan gebeuren. Vader zou in huilen uitbarsten als hij dat hoofdstuk las. En dat was niet omdat hij sentimenteel was of omdat het zo'n mooi verhaal is. Maar dat was omdat hij dacht aan de Heer Jezus. Die zal weer komen met de wolken des hemels. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En hij zal het Joodse volk tegemoet treden. En het is alsof we Jozef horen zeggen: ik ben Jozef, leef mijn vader nog. Heb ik altijd merkwaardig gevonden. Hè? Die vraagt er meteen achteraan: leeft mijn vader nog? Jacob. Jacob was de eerste die de naam Israël kreeg. Hij was Israël. En vervolgens zijn alle nakomelingen die uit hem geboren zijn Israël genoemd. Maar hij was Israël. Zit er nog leven in Israël? Dat is de vraag van Jozef. Zit er nog leven in Israël? Als je vandaag naar de staat Israël gaat, dat weet iedereen, dan vind je er heel wat goddeloosheid. Je kunt beter naar Jeruzalem gaan dan naar Tel Aviv. Zeker op een Shabbat kun je beter in Jeruzalem zijn dan in Tel Aviv. Tel Aviv is een wereldstad, een wereldse stad,
zoals New York of Londen of Parijs of Amsterdam. Maar ze zijn er, ook in Tel Aviv, maar in Jeruzalem veel duidelijker. Vrome Joden. En het is ook niet allemaal even vroom. Al de gewelddadigheid van de kant van vrome Joden tegenover mensen met wie ze niet eens zijn, Messiaanse Joden, wat dan, dat is ook niet goed. Maar ze zijn er die werkelijk met hun hele hart uitkijken naar de Messias. Met hun hele hart de God van de Tora liefhebben en hun naast als hunzelf. De bedekking ligt nog op hun gelaat. Maar Jezus ziet hen. Op dit moment. En hij verlangt naar het moment dat hij zich aan hen zal bekendmaken. En dat hij zal zeggen, ik ben Jezus. De schrik is enorm bij die broers. Want ze weten niet wat die Jozef vervolgens met hen zal gaan doen. Hij is de machtigste man in die hele toenmalige wereld. Wat denk je, Jezus die daar komt met de wolken des hemels, die daar gezeten heeft aan Gods rechterhand en die zich zo bekend maakt. Jezus zal wenen als hij zijn broers zal omhelzen en dan geleidelijk aan zullen ze het begrijpen. Hij is niet gekomen om ons te oordelen, wel de goddelozen onder hen. De goddelozen over de hele wereld. Maar al degenen wie er hard naar hem is uitgegaan, zonder dat ze hem nog kenden. Die zullen door hem omhelst worden, met tranen. Het heil is uit de Joden. Het heil is uit de Jood bij uitstek. De zoon van de vader, de zoon van David, de zoon des mensen. Dat is zo bijzonder. Kun je dat moment voorstellen? Ze zullen het moeilijk vinden om te geloven dat hij het echt met hen meent. Later, daar ga ik nou niet verder zo op in, maar dan lezen we voor de zevende keer dat Jozef huilt. In Genesis 50, als Jacob gestorven is, dan zijn die broers bang van, oh, nou gaat Jozef misschien alsnog zijn wraak bot vieren op ons. Maar dat doet hij niet. Het is zo makkelijk om in Jezus, om in God, de God van de wraak te zien, die torent over de zonde. Er zijn ook heel wat christenen in ons land die vooral die kant zien. De God die torent over de zonde. Maar de God van de liefde, van de genade en de barmhartigheid kennen ze heel wat minder. Jezus zal zich over hen erbarmen. En het is net alsof God bezig is vandaag en de dag de Joden daarop voor te bereiden. Ik vertelde straks van die rabbijn een paar jaar geleden, overleden, van wie gezegd wordt dat hij dat zei. Als de Messias komt, dan hoop ik dat het Jezus is. Pinchas Lapide in zijn beroemde discussie met Karl Rahner, de Rooms-Katholieke theoloog, die discussie is in boekvorm uitgegeven, die zegt daarin ook deze soortgelijke woorden. Als de Messias komt, zal het me niet verbazen als hij de gelaatstrekken van Jezus blijkt te hebben. Dat is wel een heel voorzichtige manier om het te zeggen. Maar hij zegt het eigenlijk even goed. Zou het dan toch Jezus zijn? Er is vroeger zoveel, ook in Israël, gescholden op Jezus. Mensen spuugden op de grond als zijn naam werd genoemd. Ik hoor nu veel meer, dat is eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog, eigenlijk pas na de Holocaust, dat de ontmoetingen tussen Joden en Christenen op gang komen, dat men probeert naar elkaar te luisteren, niet elkaar te veroordelen, maar het gesprek aan te gaan, waarbij iedereen zijn eigen bedekking heeft hoor. Niet alleen Israël. In Jesaja 25 lezen we van de volkeren dat ook de bedekking van hun ogen zullen worden weggenomen. De grootste bedekking, de grootste verblinding van Israël is Jezus. Maar de grootste verblinding van de christenen, dat is Israël. En eens worden al die bedekkingen weggenomen. Maar wat ik aan het zeggen was is, er zijn mensen als Pinchas Lapide en anderen, die beginnen te vermoeden. Zou het dan toch zo zijn? In zekere zin kan ik wel begrijpen waarom ze zeggen, hij kan niet de Messias zijn. Want Jezus heeft inderdaad 2000 jaar geleden het Rijk van Vrede en Gerechtigheid niet opgericht. Dat komt nog.
Maar dat had ook zijn redenen. Je kunt zeggen, ja, dat was gedeeltelijk omdat Israël zelf hem verworpen heeft. Maar het was ook omdat God een plan had om, voordat het zover was, een kerk bijeen te brengen uit alle volkeren van de wereld. Christus heeft zijn gemeente gekregen, zijn ecclesia. Hij is het hoofd van dat lichaam. Als Christus straks terugkomt als hoofd, dan zal zijn lichaam de kerk, de gemeente zijn die met hem terugkeert uit de hemel. En dat is degene die zich bekend maakt aan Israël. Ik ben Jozef. Dus dat is best een ingewikkeld verhaal, die laatste 2000 jaar. God had zijn eigen plan om die gemeente te vergaderen. En intussen heeft hij Israël als een kleinood beschermd. Wat Israël ook is aangedaan, geen enkele macht heeft het volk er definitief onder gekregen. En het is wel frappant om te zien dat de allerverschrikkelijkste poging daartoe eigenlijk nog zo recent is. Het jaar waarin ik geboren ben, 1944, was in zekere zin het ergste jaar uit de hele wereldgeschiedenis. Want het was het dieptepunt van de Holocaust, van de Shoah, zoals de Joden liever zeggen. Van de Shoah. Daar is mijn eigen leven begonnen, op dat dieptepunt. Maar wat is er veel veranderd in die tijd? Ik zei het al, de gesprekken tussen Joden en Christen. Joden die anders tegen Jezus gaan aankijken. Je kunt vandaag getuigenissen tegenkomen. Zo van, Jezus is natuurlijk niet de Messias, maar hij is wel de beste Jood die ooit geleefd heeft. Wauw, ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten op het moment dat die Jezus zal terugkeren uit de hemel. Dat weet de Jood, want hij kent ook Daniël 7, vers 13. De Zoon des Mensen zal neerdalen met de wolken des hemels. En zich bekendmaken en in het volgende vers staat, dan zal God hem een eeuwig koninkrijk schenken dat niemand van hem zal roven. Jozef, onderkoning van Egypte. Die zijn volk Israël heeft hersteld. Als de broers gekomen zijn voor de tweede keer met Benjamin bij zich en hij zich aan hen heeft bekendgemaakt en zegt, kom allemaal maar hier. Vader Jacob erbij en al die anderen. En ik zal jullie een veilige plek geven hier in het land Goshen. Dan zullen jullie het goed hebben, zullen jullie geen last meer hebben van de honger. Alleen maar liefde. Alleen maar liefde. Dat er berouw was in hun harten, dat wist hij al. Want bij een van de vorige gelegenheden was het Juda die zei, hebben wij niet de smartekreten van Jozef gehoord toen we hem verkocht hebben. En Ruben zei, ik had toch tegen jullie gezegd, doe het niet, doe het niet. En Jozef hoort dat allemaal. Want hij moest de Egyptenaar spelen, daarom had hij een tolk om met zijn broers te kunnen spreken. Maar in feite verstond hij natuurlijk alles wat ze zeiden. En hij weent. Hij ziet hoe Gods geest aan het werk is in de harten van die broers. De grote test moest nog komen. Zouden ze bereid zijn nu ook Benjamin mee te nemen? Of zouden ze weer bereid zijn een broer op te offeren om aan hun zin te krijgen? Maar als Benjamin inderdaad wordt meegenomen, dan al die 11 broers staan en Simeon ook weer vrijgelaten wordt uit de gevangenis. Ja, dan is het moment gekomen om zich aan zijn broers bekend te maken. Zeg nou niet, waarom moest je hen nog zo lang laten lijden? Had hij niet veel eerder al zich aan hen bekend kunnen maken? Nee, hij wilde hen op de proef stellen. Dat is eigenlijk wat al 2000 jaar in de gang is. Het lijden van Israël is niet straf van God, dat is een grote leugen. Net als het leed en de vervolgingen van christenen niet straf is. Het is een test, het is een beproeving. Zoals God gezegd had van de woestijnreis. Ik heb jullie de hele moeite laten ondergaan om te weten wat er in jullie hart is. God is met Israël bezig geweest 2000 jaar lang. Op een manier die ze zelf nog niet kunnen doorgronden. Want de bedekking is er nog. Maar de bedekking gaat weggenomen worden. En hier en daar gebeurt het al. Gaat u met mij uitkijken naar dat grootste moment. Als Christus terugkomt, misschien bent u tot dusver vooral gericht geweest op uzelf. Ah, dan zal het moment zijn dat wij dit en dat wij zus en zo. En dan zal het vrede. Dat is allemaal waar, dat is allemaal prachtig.
Maar het komt goed tussen hem en Israël. Dat spreekt mij in het bijzonder aan. En ik hoop u ook. God zegene zijn woord. Laten we samen danken en bidden. Heer, u bent groots. U bent goed. U bent oneindig goed. U bent heilig. Dat weten we ook. U hebt nooit meer uw heiligheid bewezen dan daar op het kruis. Toen het volle oordeel neerkwam op onze heiland. En u bent ook goed. Want het oordeel kwam niet neer op ons die het verdiend hadden, maar op hem, de onschuldige. En door dat lam zullen ook straks de vrome Joden eindelijk van hun bedekking bevrijd worden. En de Messias omhelzen. Dan zal er veel geweend worden. Maar er zal ook onnoemelijk veel vreugde zijn. Aan beide kanten. Bij de kant van de Messias, Vader. Bij de kanten van uw volk, uw oude volk Israël. En wij zullen mogen toezien en ons wonderbaar verheugen. Want de vijandschap tussen Joden en Christen zal dan ook definitief voorbij zijn. Als we ons allemaal samen mogen verheugen in het heil. En in de heiland die dat heil heeft tot stand gebracht. We danken u voor uw grootheid. Leer ons meer en meer uit te zien naar dat moment dat de Heer Jezus terugkomt. Niet alleen om ons vrede en gerechtigheid te bezorgen. In deze wereld de oorlog af te zweren. Maar ook vooral als de band tussen u en uw volk Israël hersteld zal worden. We verheugen ons daarop, Heer. Bevestig het aan onze harten. Dank u wel. We bidden voor uw volk Israël in de tussentijd. Dat nu al het licht mag schijnen in veler harten. Om nu al meer gewaar te worden van wie Jozef werkelijk is. En zich ook met ons te verheugen op het moment dat de Messias zal komen. Uw naam zij geprezen en geloofd in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias. Amen.